En vandaag is de challenge dat wij tegen elkaar enkel ja mogen zeggen. Ja, ze ligt in haar bed. Oh nee! Wil jij als ontbijt een paprika eten? E! Ja! Ja! En dat heeft iets! Ah, nee! Allemaal! Alles! Stop! Ella is gevallen, ze was aan het dansen op tafel. Je moet echt snel naar beneden. Ik denk dat haar been gebroken is. Ik denk dat ze lichtzwaar is. Oh. 3, 2, 1... Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celie. En vandaag hebben we opnieuw een superleuke challenge. Ja. Maar eerst willen we jullie allemaal bedanken voor alle positieve reacties op ons laatste lied op de parodie van Dance Monkey. Ja. Want wij vroegen om 30.000 likes. En dan gaan we eigenlijk nog een lied maken. Ja. En jullie zijn gewoon zo gek dat we al meer dan 40.000 likes hebben. Dat is gewoon de max. Veel liefde voor Team Semi. Yes, maar dat wil wel zeggen dat we nog een liedje moeten maken. Ja, klopt. Dus jullie mogen reageren op welk liedje we een parodie moeten maken. Of misschien moeten we gewoon zelf een liedje maken. Oeh, ja, dat is ook wel echt tof. Ja. Oké, dat is allemaal nog voor later, maar voor vandaag... Ja. Gaan we opnieuw facetimen met Ella. Dat wordt weer superleuk. Jullie vonden dat ook een superleuke video. En voor we beginnen, gaan we misschien aan Ella vragen voor hoeveel likes we gaan. Ja, dat is een goed plan. Ja? Celine gaat nu bellen naar Ella. Ja. En ik vind het wel spannend. Hopelijk ligt ze niet terug in haar bed. Ik vrees ervoor. Ja, ze ligt in haar bed. Dag Ella. Dag Ella. Ik ga haar een beetje luider zetten. Oh, het is het luidste. Alles goed? Ja, dank u. Lag je nog te slapen of ben je al even wakker? Ik ben al even wakker. Ja? Het is vakantie, hè? Ja, vakantie. Gelijk, ja, het is niet echt vakantie. Ja, nu is toch echt paasvakantie? Nee, de paasvakantie is al voorbij, hè? Oh. Sorry. Toch, Ella, de paasvakantie is voorbij, hè? En vandaag is de challenge... Dat wij tegen elkaar enkel ja mogen zeggen. Dus als wij jou iets vragen, moet je ja zeggen. Als jij ons iets vraagt, moeten wij ja antwoorden. Oh my god. Oh my god. Dus jij mag ons direct de eerste vraag stellen. Maar wacht. Oh. Eerst voor hoeveel likes gaan we, Ella? Uh-oh. 38.000. Moet wel lukken. Op het lied hadden we 40.000, dus moet wel lukken. Ondertussen is ons kleine Ella beneden. Ja, maar ze is zo schattig. Ja, ze is schattig vandaag. Het is de trui, denk ik, die het maakt. Ja, maar ook haar lachje, ze is zo onschuldig. Ja, maar ze is niet onschuldig, hoor, geloof ons. Ze is niet onschuldig. Maar Ella, wij hebben een vraag voor jou. En je hebt maar één keuze om te antwoorden. Dus ga jij de vraag stellen of ik? Doe jij maar. Wil jij als ontbijt een paprika eten? Yeah. Ja! Je hebt geen keuze. Doe maar, Ella. Eeuw. Als ontbijt. Maar je hebt nog niets gegeten, toch? Nee. Oeh, dit wordt echt vies. Oh no. Daar de gaat ze. De gaat open. Oh. Ik weet niet of ik paprika's heb. Ah, ja, dat zou nog echt het beste zijn eigenlijk voor jou. Ja. Ah, oké. Er zijn paprika's. Oh nee. Ik ben wel benieuwd, voor de mensen uit Nederland, zeggen jullie paprika of paprika? Oh, staan we nu in de frigo? Ja. Het is hier wel koud. Oh, Ella, haal ons uit de frigo. Please. Hallo. Ik krijg het. Oh nee! Zitten we nog in de frigo of niet? Kijk, je moet Michiel helpen. Ella, oh. Ja, we zijn terug. Ja. We zijn terug. Oh, moet je dat niet open snijden met een mes? Misschien moet je eerst dat met twee snijden. Je gaat daar toch zo niet van bijten, of wel? Oké. Toch? Allee. Ja, je mag hoor. Ik heb wel graag paprika chips. Ja, maar dat is anders, hè? Dat is echt raar. Ja. Zoals ik lust bijvoorbeeld niet graag koude tomaten, maar ik heb super graag tomatensoep. Ja. Ja, net zoals je geen wortelen eet, maar
Nee, wacht, ik eet wel wortelen, maar geen wortelpuree. Bij ja. Oh, en luister. Oh. Bij deze een beetje over mij. Ja, dat is weer het beste mes dat ze genomen heeft, natuurlijk. Uh-oh. Uh-oh. Ik ga toch mijn ogen. Oei, pas op, hè. Anders moet je een veiligheidsbril opzetten. Ja, ik denk het ook. ASMR. Maar is dat pikant, vraag ik mij af. Nee. Naar wat smaakt dat, Ella? Dat is lekker. Uh-oh. Ze vindt het niet lekker. Nee, ze lust het niet zo graag, precies. 5 minutes later. Ik heb een vraag voor jullie. Oké, zeg maar. Of vraag maar. Hebben jullie een kom? Een kom? Je moet ja zeggen. We hebben het alles. Ja. Ja. Roseline en Michiel, pak een kom voor jullie twee. Oké, ik ga de kom halen. Okay. Even geduld, Ella. Twee kommen, oké. We hebben 2 kommen, wat nog? Vul ze met water. Oh, ja, wacht. Ik ga nog eens naar de keuken. Gies het water in de kom. Oké. Dus een beetje hier. Heb ik genoeg water genomen? Ja. Zo. Ella, veel of weinig water? Sava. Ik denk dat het zo wel eerlijk verdeeld is. Ik ga de stoel aan Ella. Even draaien. Zo. Ah ja, maar je ziet niet echt. Maar kijk, er zit dus wel echt water in, hè? Ja. Oké. En nu? En doe jullie hoofd even in. Ja. Voor 2 seconden. Maar dat is een bevel, dat is geen vraag, hè? Echt, hè? Oh my god, waarom? Oké, Ella, ik ga rennen. 3, 2, 1. Oh, je mag eruit, denk ik. 2. Maar hey, je bent al 10 seconden. Hey, leef je nog? Soloy? Soloy? Hallo? Hallo? Is het goed? Dat was 10 seconden. Ze leeft nog. Dat is kantje boord. Oei, maar nu is dat mij. Nu is dat jou. Ella, ga jij aftellen? Ja. Ah, nee. Oké, misschien moet ik mijn pet afdoen? Ja, inderdaad. Ah, oei. Je ziet er wel oké uit, hoor. Yes. 3, 2, 1. Oh my god! Michiel! Ik dacht dat het minder koud ging zijn. Oh, dat meen je niet. Oh, kijk, Allah. Hopelijk ziet mama deze video niet, want... alles is hier gewoon echt nat. Ella, heb jij al meegedaan met de iPad giveaway? Nee. Nee? Maar om eerlijk te zijn, Ella, jij kan ook niet winnen. Nee, dat zou een beetje erg zijn. Ja, we hebben al veel dingen voor jou gedaan. Maar jullie kunnen wel winnen. We hebben ook al veel video's voor jullie gemaakt. Maar het is gewoon leuker als iemand anders wint dan Ella. Toch? Dat is waar. Want Ella heeft al veel gewonnen. En ze heeft al een iPad. Ah, heb jij al een iPad? Ah ja, dat is waar. Ja. Yes. En iPad begint met de letter I. Yes. En in onze vorige video hebben we een superleuk spel gespeeld. Ja. Ik zei een letter en Celine en Ella moesten om ter snelst eigenlijk een voorwerp halen met die letter. En wie als eerste terug is met een voorwerp, die kreeg een punt. Dat ging tot 3. En de winnaar was Ella. En Ella heeft daar 100 euro mee gewonnen. Inderdaad. Ze krijgt het wel pas na deze quarantaine. Klopt. Maar nu is het tijd voor Michiel tegen Ella. Yes. Ah, is het weer maar 100 euro? Ja, ik geef 100 euro aan de winnaar, hè. Oké. Ah, Aber! Alles goed? Ja, Aber, doe één keer uw goocheltruc. Met uw hand, als je wil. Zalig. Dat is echt... Aber is echt... De king. Ja, de king van de magie. Ja. De leukste goochelaar ooit. Dat is waar. Oké, Ella en Michiel, zijn jullie er klaar voor? Ja, en geen voorwerp met een i, want anders heb ik al iPhone of iPad. Nee, we gaan dat niet doen. De eerste letter is de letter F. F, oei. Oké, dat is echt heel spannend. Michiel is al direct aan weglopen. Ella is ook weg. Ik zie Noah daar zitten in het scherm, dat is wel grappig. Oh, hij komt in beeld. Ella is er nog niet? Ja! Fruitsap! Ja, oh my god. Dat is toch goed? Ja, dat is fruitsap.
Heb je niets gevonden? Nee. Oh. En wat denk je met de F? Dat is wel een moeilijke letter. Ja. Fruit? Ja, maar fruit is te algemeen, hè. Maar ja. Fruitsap is dus 1-0 voor Michiel. We gaan tot 3. Volgende letter. Oké. De volgende letter is... de letter... T. 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 Nee, je hebt geen... Je trui! Nee, Ella, kom terug! Ella! Ja! Ja! Ella heeft iets! Ella heeft al iets! Wat heb je? Ella, zeg maar! Haar trui! Trui! Ja, en nu ga je mij uitlachen. Ik dacht aan tomaat. Maar ik vond geen tomaten. Dus ik dacht tomatenketchup, maar het is curryketchup. Oh! Maar ik heb wel mijn best gedaan, hè, Ella? Ja, dan wel. Maar Ella is gewonnen! 1-1. 1-1. Oké, okay. Dat is heel erg spannend. De volgende letter is de letter P. 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 Dit is zo spannend. Michiel is hier overal aan het rondlopen. Oh my god. Ella is ook al uit beeld. Wie zal er de eerste zijn? P. Oh! Michiel is er! Dit is wel een moeilijke. Is dit in correct Nederlands een pollepel, ja, of is dat dialect? Nee, ik denk dat dat correct is. Ja? Ja, iedereen zegt pollepel. Ja? Ja. Zeggen jullie thuis ook pollepel? Dat ben ik wel juist. En ik dacht eraan, ik heb een bed op. Oh my god. Ella, heb je niks? In de achtergrond staat er een piano. Maar die kan je niet dragen natuurlijk. De volgende letter is de letter... E. 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 Oei. Ella. Oh ja. Maar ja, nee, ja. Dat telt niet. Dat telt niet. Nee, Ella telt niet. Kom, opnieuw. Kom. Een voorwerp. Ella is een mens. Oké. Okay. Michiel is aan het lopen, aan het crossen over heel het huis. Ella zie ik niet meer. Noah is nog altijd aan het gamen. Oké, okay, dat is heel spannend. De letter E. Aan wat denken jullie met de letter E? Oh! Ella is in beeld. Michiel is daar ook. Oh. Wat is dat? Een ei. Dat is geen ei. Jawel. Is dat een ei? Is dat een eetbaar ei? Ah. Ah, oké. Okay. Lekker. Ja, maar ik heb ook eitjes. 2-2. Je was te laat. 2-2. Het is 2-2. Oh my god. Dit is echt spannend. Dit is te spannend. Oké, okay, ik ga dat hier terugleggen. Wie deze letter raadt, wint 100 euro. Ja, oké. Okay. De volgende letter is de letter... K. 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 Ja. Oh. Dit is zo spannend. Ella is weg. Michiel is weg. Aan wat denken jullie met de letter K? Ik denk aan... een kast. Of een kip. Oh, Michiel is daar. Oh my god. Kartonnen doos! Ja! Kurkuma, ah oké. Okay. Dat is ook wel mooi. Ja, oké. Okay. Ella, supergoed, maar Michiel was ietsje vroeger. Wat is je? Een kartonnen doos! Karton! Ja! Oké. Okay. Een K is een K, hè? Zeg. We hebben een winnaar! Dank u. Maar Ella was super goed gespeeld. Ja, dat is waar. Jullie hebben alle twee heel goed gespeeld. Nu mag je nadenken over een volgende vraag aan ons. Michiel, wil jij iets pikant eten? Iets pikant eten? En wat heb jij daar? Hete saus. Hot saus. Oei, dat klinkt niet veelbelovend. Iets pikant? Maar moet ik iets pikant eten of jij? Ik, oké, okay, maar Ella, wil jij samen met mij iets pikant eten? Ja. Ja? Dat is goed. En Celine, wil jij stoppen met lachen en straks ook iets pikant eten? Ja. Ja? Heel goed. Oh, Ella, ga jij beginnen dan? Oké, okay, ik moet wel even iets halen dan. Ja, we hebben tabasco in. Hebben we tabasco? Ja. Dag, Noah. Oh, is Noah daar? Die koptelefoon is groter dan zijn hoofd. Ja, hij is weer weg. Ga jij samurai saus eten? Ja. Oh, en wij hebben tabasco. Oh, ik zie het. Wacht, Ella, we gaan het samen doen. Of doe jij maar eerst. Doe maar. Nee. Ja.
Ik eerst, ja, het was wel jouw vraag, oké. Oh. Een nieuw potje Tabasco. Uh-oh. Oh. Zelfs het plasticje hangt er nog aan. Oh. Oh. Ella, dat ruikt echt niet lekker. Ruik jij eens? Ik ruik niks. Nee. Ruik eens. Oh, dat ruikt echt okay. niet gezond. Hoeveel drupjes moet ik doen op mijn lepel, Ella? 3. Oh. 1 is al om dood te gaan. Oké. Okay. Zie je dat, Ella? 1. 2, 3. Oh! Ja, perfect 3. Toon eens je lepel. Eeuw. 3, 2, 1. Eeuw. Oh, Ella. Oh, nee. Uh-oh. Oei, gaat het? Pak water. Oh, ik ruik het. Oh, mijn mond staat in brand. Oh. Ja, ik ga water halen. Ja, oh. Oh, ik heb redelijk wat water gedronken. En ik ga nooit meer gewoon zo Tabasco eten. Echt? Is dat zo vies? Ja, doe dat ook thuis niet. Het is echt, echt niet lekker. Oh. En dat is een understatement. Maar nu staat Ella. Nu staat Ella, ik ben echt benieuwd. En ik heb water bij me. Kom op, Ella. Het stinkt al zo hard. Eeuw. Ze is echt aan het twijfelen. Echt? Oh, er is nu een beetje op haar lip. Oei. Eeuw. Allemaal! Alles! Ella! Het is wel schattig. Ella, je mag even het beeld en het gaan uitspuwen als je wil. Spuw het uit, Ella. Spuw het uit! De wasbak staat aan stil. Ah, ze staat voor de wasbak. Dat was toch in de wasbak en niet op je tafel, hè? In de wasbak. Ah, oké. Ja. Ze deed gewoon zo. Ja. En naar wat smaakte dat? Oei. Dat is geen goede saus, denk ik. Naar Tabasco plus cocktailsaus plus water. Ah, en ga je dat ooit nog eens doen of nooit meer? Nooit meer. Maar nu is het aan Celine. Oh, nee. En ik heb iets leuks, wat ook wel heel zuur is voor Celine. Oh. En? Mijn tong pikt me altijd. Dat is zoals de warme chocolade dat je tong pikt. Je tong pikt. Oké, klaar? Ja. Jij moet zeggen stop, maar niet te veel. Oké, 3, 2, 1, go. Oh, dat is pijn zo in je mond. Stop, stop. Oh, je mag weg. En nu snik, snik. En nu terug. Oh my god. Ella, Celine is weg nu. Ben je oké? Okay? Oh, dat is echt vies, hè. Dat is echt niet normaal zuur. Oh, dat is echt niet gezond, denk ik, voor je maag. Hoe kun je dat eigenlijk? In de winkel gewoon. Gewoon in de supermarkt. Ja. In een andere winkel kan niet, hè, want die zijn allemaal gesloten. Ja. Ella. Ja? Mogen wij jouw mama pranken? Ik heb geen keuze. Oké. Ik weet een goede prank. Oké, niet te erg, hè? Ça va wel. Ik ga bellen naar je mama en ik ga zeggen dat je been hebt gebroken. En dat jij niet meer aan je gsm kan, waardoor dat ze super snel naar beneden moet lopen. Hoe is het? Maakt dat echt uit? Nee, hè? Nee, ik ga gewoon zeggen dat je bent gevallen van tafel. Dat je stond te dansen op tafel. Ella, wat is uw mama aan het doen eigenlijk? Aan het werken of aan het slapen of aan het eten maken? Oh, ze is aan, ze is aan het slapen. Maar ja, dat is 2 verdiepingen hoger. Die ja, wordt inderdaad. Oké. Okay. Gaan we het gewoon doen? Ja, jij hebt mijn gsm dan nodig, hè? Ja, want ik ga bellen. Wacht. Spannend. Ella, stil. Hey Sandra. Er is echt iets ergs gebeurd. Wat? Ella is gevallen. Ze was aan het dansen op tafel. Je moet echt snel naar beneden. Ik denk dat haar been gebroken is.
Wauw, dat meent je niet, Celine. Echt waar, kom snel. Nee. Ik weet echt niet wat er aan de hand is met Ella. Oh my god, wacht, ik kom direct. Ella! Ella! Ella, wat is er? Oh my god, Ella! Ella! Goedemorgen. Goedemorgen, Sandra. Oh, Celine, jullie hebben mij beet. Oh nee, ik was echt ongerust aan het worden. Oh, sorry, maar je was aan het slapen. Ja, ik was nog boven in mijn bed. Goedemorgen. Ik pak jullie terug. Ik pak jullie allemaal terug. Oh my god, Ella, high five. Oh. Ja, yeah. Oké. Zo was het, ja. Oké, onze prank is gelukt. Yes. Heb je een opdracht, Ella? Ja, dus. Jullie hebben mijn mama geprankt. Ja. Nu ga ik een van jullie familie pranken. Ik weet dat jij een zus hebt, Michiel. Ja, dat klopt, Ella. Jullie moeten haar bellen. En zeg dat Celine zwanger is. Oh, zeggen dat Celine zwanger is? Ja, en dat ze een tante gaat worden. Dus mijn zus wordt tante, ja. Oh nee. Oh my god. Maar wacht. Ja, jongen of meisje, dat weten we nog niet. Tenzij als we 6 maanden gewacht hebben om haar te bellen. Maar ja, dat klopt niet. Dat klopt niet. Want mijn buik zo ook al. Ella, wat moeten we zeggen? Dus we weten het net eigenlijk. Je mag gewoon zeggen hallo tegen je zus. En dan gewoon zeggen... We hebben iets te zeggen. Ja, gewoon zeggen we hebben iets te zeggen. Dat komt helemaal goed, Ella. Hallo. Hallo. Hey. Alles goed? Ja, bij jou. Ja, dank u. Ja, ik ga gewoon direct met de deur in huis vallen. Ik heb echt gek nieuws, maar het is wel positief nieuws. Dat is goed. Je wordt tante. Oh. Nee. Jawel. Ja, maar ja, we dachten, jij bent de eerste aan wie we het vertellen. Oh, dat is lief. En wie wordt er meter? Jij wordt meter. Maria. Dat is de baby. Je weet wat? Maria weet totaal niet waar ik mee. Maar het is een prank. We zijn aan het facetimen met Ella. We moesten het doen van Ella. Maar je was er wel mee weg, echt. Ja. Oh, we hebben... Het begin wel. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dus hoeveel punten geef je ons op 10 voor de prank? Een 8. Een 8? Ja, dat is positief. Oké, okay, wat ga jij nog doen vandaag? Ja, we zullen dat maar geloven, zeker. Fijne dag nog en bedankt om deel te nemen aan ons gesprek. Ja. Doei. Doei. Alright, we hebben al superveel leuke challenges gedaan. Ja, dat klopt. Ja, wat vond jij de leukste challenge van de video? Sandra pranken. Sandra pranken. Ja. En jij, Ella? Dat jij dat pas kwijt. Oh ja, ik smaak het nog steeds en we zijn zoveel uur later. Bij hoeveel likes, Ella? 38.000? Ja, 38.000. Bij 38.000 likes maken we deel 3 van ja. FaceTimen met Ella. Want Ella, je vindt dat wel leuk, hè, toch? Ja. Ja, dat is wel schattig. Dus bedankt om te kijken. Ja. Vergeet zeker niet te abonneren, yes. Want we zijn heel dicht bij 300.000 abonnees. Klopt. Super bedankt daarvoor. Vergeet niet... Ja, vergeet niet te liken. Ja. Het is inderdaad echt zot. Gek voor de Nederlanders. Yes, dus bedankt om te kijken en wij zien jullie in de volgende video. Peace! Peace! Doei!